Deze video gaat over van discreet naar continu. In deze video ga ik je laten zien hoe je een opgave kunt oplossen waarin je moet wisselen van een discrete toevalsvariabele naar een continue toevalsvariabele. Ik ga het uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Het voorbeeld zie je hier naast me staan. Bij een verkeerstelling is het aantal auto's, hoofdletter x, dat per minuut een kruispunt passeert, te benaderen door een normaal verdeelde toevalsvariabele, I. Daarbij geldt dat het gemiddelde van i gelijk is aan 53,8 en de standaardafwijking van i is 8,7. En de opdracht aan ons is, bereken in hoeveel procent van de gevallen er minder dan 45 auto's per minuut werden geteld. Dus we hebben een variabele, variabele x, dat is dus het aantal auto's en die kunnen we benaderen met de variabele i en die variabele i is normaal verdeeld met deze mu en deze sigma. We willen dus weten in hoeveel procent van de gevallen is er minder dan 45 auto's per minuut die er worden geteld. Nou, wat je heel duidelijk ziet in deze vraag, is dat we dus moeten wisselen van de ene variabele naar de andere variabele. Want in het begin gaat het over het aantal auto's, dat is x. Nou, het aantal auto's dat zijn natuurlijk vaste getallen. En je hebt 44 auto's of 45, maar niet 44,3. Dus het aantal auto's is een discrete variabele. En later in het verhaaltje gaat het over een normaal verdeelde variabele i. En in de vorige video hebben we geleerd, als het gaat over een normale verdeling, heb je met een continue variabele te maken. Dus we moeten hier heel duidelijk wisselen van discreet naar continu, want we wisselen van x naar i. Nou, we gaan eerst even wat dingen netjes opschrijven. We moeten berekenen in hoeveel procent van de gevallen er minder dan 45 auto's zijn. Dus dan noteren we, we willen weten de kans, dus p. Tussen haakjes en dan gaat het over minder dan 45 auto's. Nou, het aantal auto's is de x. x moet dus kleiner zijn dan 45. Dus p, x kleiner dan 45. Op deze kans gaan we dus berekenen met behulp van toevalsvariabele y. Dus we moeten gaan wisselen van deze discrete naar een continue variabele. En daarvoor gaan we gebruik maken van de regels die je hier aan de rechterkant zitten en die hebben we besproken in de vorige video. Dus ik ga ervan uit dat je dat allemaal weet. Nou, laten we even kijken. x is kleiner dan 45. Dan gaan we even kijken. Als je wil wisselen, dan hebben we deze twee. Maar die, deze gaat over kleiner en gelijk aan. En hier is het alleen maar kleiner. Dus we moeten eerst nog een stapje ertussen zetten. Kijk even bovenin. Als je een discrete hebt, kleiner dan k. Dan mag je ook zeggen, kleiner of gelijk aan, k min 1. Dus onze k is nu 45. We mogen er kleiner of gelijk aan van maken, maar dan moeten we k min 1 doen. Dus dan halen we er hier eentje vanaf, dan wordt dat dus 44. Dus dan krijg je het volgende. Dit is gelijk aan. px x kleiner of gelijk aan. 44. En je ziet het is nog steeds x, hè, want we zijn nog steeds binnen die discrete variabelen. We gaan van x naar x. Maar we hebben er dus 1 vanaf gehaald en daardoor wordt het kleiner of gelijk aan. Nou, nu kunnen we wisselen. Nu kunnen we dit toepassen, want we hebben nu kleiner of gelijk aan. Dan mogen we er i van maken, maar dan moeten we er een half bij optellen. Dus dan krijg je het volgende. Dit is dan gelijk aan de kans dat i kleiner of gelijk is aan 44,5. En je ziet, ik ben nu van x naar y gegaan. En bij die waarde van k, dus die 44, heb ik die half opgeteld. Want dat moest volgens deze formule. Nou, nu gaan we dus de kans berekenen dat i kleiner of gelijk is aan 44,5. En dat kan heel makkelijk, want er staat in de tekst I is normaal verdeeld. Dus we gaan nu eigenlijk een normale verdeling gebruiken hier zo waarbij de rechtergrens 44,5 is en dan is het alles links daarvan. Nou ja, dat kunnen we in één keer doen we we niet per se weer die normaal kromme voor te tekenen. Dus we gaan het nu gewoon meteen eventjes noteren. Dit is gelijk aan en als je die kans wil berekenen dan maak je gebruik van normal CDF. Dus dit is normal CDF. Nou, de linkergrens hier is het allerkleinste getal, dat is 10 tot de macht min 99. Dus tussen haakjes, 10 tot de macht min 99. De rechtergrens, dat is dus die 44,5. En ja, dat is het einde, dus 44,5. En dan hebben we nodig de waarde van mu, die staat in de tekst, die is 53,8. Dus 53,8. En tenslotte nog de waarde van sigma. Sigma is 8,7, dus 8,7. Nou, dit typ je in de rekenmachine, dan reken je het even uit en dan kom je uit op 0,143. Dus de kans dat i kleiner of gelijk is aan 44,5 is dus 0,143. Dan moet je even goed opletten, want de vraag is... Berekenen in hoeveel procent van de gevallen. Dus we moeten ons antwoord geven als percentage. Dus dan noteren we nog eventjes. Dus 14,3%. procent. En nu zijn we dus klaar. Nu hebben we deze vraag helemaal netjes uitgewerkt. Dus wat hebben we gezien bij dit voorbeeld? We moeten dus minder dan 45 auto's. Dat is discreet. Dan gaan we dus in twee stappen wisselen naar continu. Eerst moet je die stap zetten en dan deze. En dat doe je dus allemaal met behulp van die formules die we in de vorige video hebben geleerd. Nou, daarnaast de kwestie van uitrekenen. Kan met normal CDF. Dus dat is vrij eenvoudig. Dan komt 0,143 uit. Omrekenen naar procenten. En dan ben je klaar. Oké, okay, de tweede vraag. Vraag B. We hebben weer dezelfde situatie. Maar nu is de vraag: bereken in hoeveel procent van de gevallen er meer dan 60 auto's per minuut werden geteld. Dus nu gaat het over meer dan 60. We beginnen gewoon weer even bij het begin. Het gaat nog steeds over de hoofdletter x, want dat is het aantal auto's en dat moet dus meer zijn dan 60. Dus dan kunnen we noteren, p, tussen haakjes, x is groter dan 60. Nou, nu is de vraag, hoe gaan we dit uitrekenen? Nou, dit is weer discreet, hè, want het gaat natuurlijk over het aantal auto's en dat kunnen geen halve auto's zijn. Dus we gaan dit weer omschrijven naar de continue variabelen. en dat wordt in variabele i, want die is normaal verdeeld en dan kunnen we dat weer uitrekenen. Voor het omschrijven hiervan naar continu kijken we weer even naar de rechterkant. Nou, dit kan nog niet, hè, want we hebben nog niet groter of gelijk aan. Dus we moeten eerst een stapje extra zetten, net als bij het vorige voorbeeld. En groter dan was een soort van uitzondering, want die staat niet hier letterlijk in die regels. Maar voor groter dan gingen we het omgekeerde doen van dit. En dan deden we niet min 1, maar plus 1. Dat kwam omdat groter dan 60 dat begint bij 61 en vanaf dan is het alles wat groter is dan dat. Dus groter dan 60 kunnen we dan schrijven als, dit is gelijk aan, de kans dat x groter of gelijk is aan 61. Nou, x groter of gelijk aan 61 kunnen we omschrijven van discreet naar continu met behulp van die laatste regel. En want er staat groter of gelijk aan k, dan mag je er een i van maken en dan doe je k min 0,5. Dus als we dit gaan omschrijven halen we er een halfje af... Dus dan zeg je dit is gelijk aan de kans dat I groter of gelijk is aan 60,5. Je ziet van 61 heb ik 60,5 gemaakt, want dat moesten, er moest een halfje vanaf. En dan heb ik er ook I van gemaakt. Dus heb ik hem omgeschreven naar mijn andere toevalsvariabelen. Nou, dit gaan we nu uitrekenen. En aangezien de I normaal verdeeld is, kunnen we dus normal cdf gebruiken. Dus dat gaan we noteren. Dit is gelijk aan normal cdf. Nou dan moeten we even bedenken wat is de linker en de rechtergrens. Nou, het begint bij 60,5 en dan is het groter dan dat. Dus de linkergrens is 60,5. Dus dit wordt 60,5. En de rechtergrens die is heel erg groot. Dat wordt dan dus 10 tot de macht 99. Dus tot en met 10 tot de macht 99. En dan kijken we weer naar de mu en de sigma. Die staan in het verhaaltje. 53,8 en 8,7, dus 53,8. En 8,7. En dit gaan we even uitrekenen. Dat doen we even met de rekenmachine. En dan komen we uit op 0,221. En ook nu geldt weer, net als bij de vorige vraag, we moeten ons antwoord geven in procenten. Dus je zegt dan nog even, dus 22,1 procent. En dat is dan het antwoord op deze vraag. Dus wat we bij het tweede voorbeeld hebben gezien is eigenlijk een beetje hetzelfde als bij het eerste voorbeeld. Alleen dat begin is net even anders, hè? dat omschrijven. En dit was een beetje een gemeen, dat had ik ook in de vorige video besproken. Dat is dus gewoon regel nummer 1, maar dan het tegenovergestelde met plus 1 in plaats van min 1. Dus dat doen we hier, we maken er 61 van. Dan wisselen we hem naar continu, gaat er een half jaar vanaf. Normal CDF, uitrekenen en dan ben je klaar. Wat leuk dat je naar deze video hebt gekeken. Ben je nou blij met Matt en Menno? Doe dan een blauw duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. Je kunt me ook volgen op Instagram en als je wil zien welke video precies waarover gaat, kijk dan eens op de overzichten op mijn website www.malthebbenno.nl